Yo, Nintendo fans. Welkom bij weer een nieuwe Paper Mario video. Piet beweegt. Ja, jij beweegt toch ook? Ja, oké. Okay. Maar ga maar weer gewoon lekker daar chillen. Wij zijn in een soort van Atlantis beland en wij moeten nu 3 uitdagingen gaan doen hier in Paper Mario. We moeten hier de origantenkracht gaan laten ontwaken en we moeten hier natuurlijk kiezen voor de aardorigant. En dan gaan we in de roze tempel en dan gaan we een of andere beproeving doen. Olivia, doe je powers! Yeah! Yeah! Daar is die, de aardorigant. Kijk hem staan, die big ass schildpad. Lekker hoor. De tempel komt naar beneden. En we mogen naar binnen. Dankjewel, Olivia. Let's go! De eerste beproeving. Wat zal dit zijn? De toodengel zegt, dit is de krachtproef. Overwin de 3 beprovingen om een heilige bol te verdienen. En we hebben natuurlijk die 3 heilige bollen nodig om strakjes naar het paarse lint te kunnen gaan. Naar de toren, in die toren. En we gaan beginnen met de krachtproef. Hashtag fitboy. Oké. Hallo, deze kamer is leeg. Zijn ze gewoon vergeten om hier een beproeving te bouwen, zegt Olivia. Oh, laat de krachtproef beginnen. Nee, dus niet. We moeten alle blokken vernietigen binnen de tijd. Dat moet wel lukken. Ik weet niet hoe moeilijk dat is, maar dat moet toch wel lukken. Even kijken hoor. Pats, pats. Ja, go, go, go. Pats, 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 pap. En hoppakee. Oké, dit zijn grote blokken. Die moeten we meerdere keren raken. Ja, top. Klein blokkie, groot blokkie, springen, lekker, en door. Oh my goodie, hoe groot is dit blok dan? Let's go Mario, stoot je hoofd. Was dit het? Oh, we mogen door naar het volgende stadium. Ik dacht al, als dit het was, dan was het wel heel makkelijk. Let's go, en door. Daar gaan we. Dit is het tweede stadium van de krachtproef. Je mag nu je sterke hamer hanteren. Druk op B om je hamer te heffen en druk op het juiste moment op A voor een uitstekende aanval. Oké, laten we het proberen. Oh, wacht even. Dan kunnen we hier in het midden slaan waarschijnlijk. En dan... Ja, dan zouden we waarschijnlijk meerdere... Ja, dan is de blast groter inderdaad. Deze mag gewoon zo. En dan... Ja, oké. Ja, kijk, dit is een uitstekende. Hoppakee, dan hebben we ze allemaal tegelijk. Oh, oh. Kom op, Mario. Kom op, kom op, kom op. Deze is al moeilijker dan de vorige, jongens. Let's go. Gaan we hier een uitstekende van maken? Nee, dit is een super. Nog een keer. Deze is wel uitstekend. Lekker. En... Nou, die was niet heel goed. Die was niet heel goed. Deze is beter. Nu een groot blok. Moeten we waarschijnlijk een paar keer uitstekend slaan. Kijk, hoppakee. Uitstekend. Lekker. Nog een keer. Nog een keer uitstekend. Ja hoor. Easy. Zie niet zo op te scheppen, joh. Ik word echt zo moe van deze gast. Frikken Piet, hou je er buiten. Wij gaan door. Oké, wat is dit dan? Wat moeten we hier doen? Dit is het laatste stadium van de krachtproef. Sla deze grote spijker binnen de tijd de grond in. Oké, dan moeten we eerst gaan klimmen. We moeten op de spijker gaan staan en dan wordt de taak verder uitgelegd. Oké, dan. Ja, we staan erop. Dan moeten we er alleen niet afvallen nu. In dit stadium mag je zowel hamer als schoenen gebruiken. Druk op B om de hamer te heffen en druk op het juiste moment op A voor een uitstekende aanval. Spring met A en druk weer op A op het moment dat je landt voor een combo van maximaal 4 sprongen. Oké. Ja, oké. Oh, dit gaat wel top. Ik gebruik liever de sprong dan de hamer, merk ik al. Ja, dap, pap, pap. Of moeten we hier de hamer gebruiken op het einde? Of zit die al? Oh, nee, hij zit nog niet. Hij zit nog niet. Oké, ik ga nu de hamer doen. Ja, uitstekend. Lekker. Oké, top. Nog een keer. Ja, hoppakee. Ja, zit hij? Nee, bijna. Nou, dit gaan we wel redden. Dit gaan we wel redden. Kom op. Nog één keer. Hetza. Lekker. Zo doen we dit. Je hebt de krachtproef gehaald. Gefeliciteerd. Dankjewel. Wat is dit nou weer? Oké, deze zag ik niet aankomen. Allerlei dansende toads met van die... hoe heet die dingen? Marimba's of zo? Ik weet niet meer. Die schutballen. We noemen ze gewoon schutballen. Je hebt zelfs schut... Dat kan je gewoon niet zeggen. Potverdorie. Oké, let's go. Eerste proef. Check. Oeh, ja. Daar is die. De eerste bol. We got him. Lekker, de rode bol, de krachtsteen. Een heilige bol die je krijgt wanneer je een krachtproef voltooit. Yeah! En Olivia die zei, ik wist wel dat je supersterk was. Bedankt voor je vertrouwen, Olivia. En door naar de waterproef. Hoppakee, origantenkracht hierbij. De waterorigant. En daar gaan ze weer door. Onze bazin Olivia die gaat zichzelf weer vouwen tot een waterorigant. En daar is die hoor. De superdraak, supervet. Dit is ook wel mooi hoor. Ik vind die vuur mooi, maar deze vind ik ook wel mooi. Kijk dan, mega draakie jongen. Kunnen we nu naar binnen?
binnen? Of wat? Moeten we een combinatie gebruiken? Moeten we ook de aardorigant gebruiken om zeg maar die vloer zo omhoog te krijgen? Probeer het eens even, Olivia. Come on, aardorigantje. Doe je ding. Ja, oh nee. Doe maar even terug. Misschien moeten we de vuurorigant erbij proberen dan. Go, Moltres! Geen idee wat je gaat doen, maar probeer het dan dus even. Nee, kunnen we daar niet gewoon op springen dan? Nee, het gaat niet. Ja, en hier zitten we volgens mij met hetzelfde probleem. Ik heb niet het idee dat we deze twee al kunnen doen. Maar we konden als het goed is nog wel hier naar boven. Want dat probeerde ik in de vorige aflevering. Ga die sowieso even checken als je dat nog niet gedaan hebt. Doe hier alvast een duimpje omhoog en abonneer. Maar volgens mij kunnen we gewoon deze berg op. Ja, kijk eens. Oké dan, de hal van de ijsorigant. Hier zit gewoon een origant op dit eiland. Oké. Olivia zegt, je denkt nu vast wat ik denk. Het is hier verschrikkelijk koud. Waarom is het zo koud? Wacht, volgens mij snap ik al wat er aan de hand is. De kou betekent vast. De ijsorigant is in de buurt. Laten we in dat geval naar binnen gaan. Ik wil zien hoe cool hij eruit ziet. Snap je hem? Dat is zo'n afgezaagd grapje, Olivia. Je hebt echt wel betere grappen gemaakt dan dit. Dan dit, dan dit, dan dit. En er zijn hier allemaal enemies. En ik pak hier de glitter ijzerschoenen. Oké, ik ga eens kijken of het lukt om binnen te sneaken zonder dat zij mij raken. Ja hoor, later. Oké, ja, ik dacht al dat dit glad zou zijn. Als je niet oppast, dan glij je hieruit. We maken even die gaten dicht. Gelukkig. Oh, ik wou zeggen gelukkig lopen die krabben niet naar mij toe. Dus dat scheelt. Ik moet zelf tegen die krabben aanlopen om een battle te triggeren. Dus ja, we moeten gewoon eigenlijk een beetje voorzichtig aandoen. Beetje deze muntjes pakken. Voor dat ene muntje zijn we dan te laat. Maar dat maakt niet uit. Ja, hoe ga ik nou dit teken, dit blokje pakken? Oh, wacht. Moet ik gewoon springen? Moet ik gewoon rennen en springen? Dat zou kunnen. Gewoon zo. Oh, moet ik alleen wel springen? Probeer het nog één keer. Spring. Nee, dit werkt niet zo. Jammer. Oké, en door. Laat maar zitten. Ik kan wel gewoon hier naartoe. Zo. Kijk, als ze dit nou goed timen, dan kan ik gewoon even lekker die zak wegsnitchen. Kijk. Oké dan, jammer. Oké, laten we deze krabbies even gaan hammeren. Oeh, dit was niet een heel perfect ding, schot, maar oké. En ik ga deze proberen te pakken met mijn glitterschoenen. Ik hoop dat dat genoeg is. Oh shit, dit zijn dus de verkeerde jongens. Ik had die ijzeren natuurlijk moeten pakken. Lekker bij de hand, Rick. Ik wil de origantenkracht voor de volgende beurt bewaren. Nee, ik wil die nog niet gebruiken, maar we moeten hem nu gebruiken. Dit is zonde. Anyway, Olivia. Doe maar dan. Laat ze maar zwelten, die gekke ijskrabben. Lekker. De laatste golf. Ja, kijk, hier had ik eigenlijk gewoon natuurlijk dat die origantenkracht voor willen gebruiken. Kijk, we moeten de glanzende ijzerschoenen gebruiken. Waarschijnlijk gaat het met deze wel lukken. Hoppa, kijk, ja, nu kunnen we gewoon op hun hoofd springen. Lekker. En deze ook. Dikke doei, dikke mazzel. Au revoir, toedeledoki. Bonjour. Tu t'appelles comment? Is niet relevant, maar dat boeit nou. Oké, door. Ja, laat die muntje maar lekker zitten. Kunnen we dit gewoon slaan? Oh ja, dit kunnen we. Oh, dit kunnen we zeker slaan. En dan kunnen we dus ook dit blokje nu pakken. Wat ziek idee. 100 muntjes erbij. Ik heb nu meer dan 14.000 muntjes. Dus ik kan nu een heel mooi itempje gaan halen. Op Doodskop Eiland. Alleen daar kunnen we nu nog even niet naartoe. Want we moeten ons nu bezighouden met één ijsorigant. Ik ben wel echt benieuwd wat er hier allemaal is. Weet je, dit zit allemaal niet voor niks. Waarschijnlijk kunnen we hier ook wat doen. Kunnen we hier niks doen? Oh, ik wou net zeggen. Daar kunnen we toch ook wel wat doen. Oh, zo kunnen we gewoon die enemies allemaal afslaan. Hoppakee. Ik weet niet waarom ik eraf spring. Maar ik spring eraf. Maar let's go. Hoppa. Deze kant. En dan deze kant. Ja hoor. En zo moeten we ook een puzzeltje oplossen hier. Kijk, want nu kunnen we hier naartoe. Nice. Ik ben alleen benieuwd of ik eerst die rechterkamer had moeten pakken. Of toch gelijk deze kamer. En die vraag die heb ik nu nog steeds eigenlijk. Gaan we nu richting de ijsorigant? Oh, wacht even. Gast. Ah! Olivia vraagt, dude, wil jij misschien even niet zo rondstampen, Mattie? Je maakt heel die tempel kapot. Ik denk dat ik even terug moet. Ik denk toch dat ik eerst die rechterkamer hier moet pakken, jongens. Laten we naar hem toe gaan. Oh, of niet? Nee, dat was niet die kamer. Die snippers laat ik even liggen, want die heb ik toch nog niet nodig. Het valt me trouwens wel op dat het belletje voor de toads helemaal niet gaat rinkelen. Zijn er geen toads verborgen hier in deze tempel? Oh, kijk eens, we kunnen nu sowieso ook hier naar links. En dan kunnen we dit kistje openen en daar zit in... Kijk, een HP hartje. 5 HP erbij. Het is niet heel veel, maar hey, het is weer 5 HP. Dus we zitten nu op 160. Alle kleine beetjes helpen. En terug. Gaan we gelijk door hier naar rechts. Dan hopen we dat er geen ijspegels op ons bakkes vallen. Ik denk dat we sowieso die guy moeten gaan verslaan. Even dit gat vullen zo. Oh, oké. Je begint gelijk met dingen te gooien. Doe dat thuis ook of zo? Ja, jij doet het thuis ook toch? Ja, klopt. Nou wegwezen. Later, Piet. Mazzel. Hop, 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 hop.
Oh snap, hij krijgt hulp. Hij krijgt hulp. Maar ik heb hulp van een vuurbloem. Ik kan nu eindelijk een keer die vuurbloem gaan gebruiken. Dit moeten we zo doen. En dan halen we deze naar voren. En dan doen we deze allebei zo. Hoppakee, naar links. Lekker. Nou kijk, deze kunnen we wel verslaan. Met de glanzende ijzerschoenen. Dat gaat wel goed komen. Pak ze. Hoppakee. Doei doei. Mazzel. Later, krabbies. En dan hebben we dus die kracht weer te pakken. En dan ga ik deze slopen met een vuurbloempie. Hopelijk gaat het werken. Ik heb nog niet heel vaak een vuurbloem gebruikt. Maar we gaan het gewoon gebruiken. Hatsakee. Kijk, vuur Mario. Lekker. 20, 20, 30, 30. Ah, oh, er blijft één over. Nee. Nee. En dan moeten we precies voor dat ene moeten we dan die origantenkracht gaan gebruiken. Dit is zo jammer. Ah, dit had zo mooi kunnen zijn, hè. Nou, Moltres, sloop die ene vijand maar. De laatste golf. Ja, kijk, hier had je dus de origantenkracht voor willen hebben. Potverdorie. En zo. Oké dan. Nou, dan gaan we lekker stampen, jongens. Hoppa. En nog een keer. Hoppakeetje. Later, big boy. Mazzel. En dan gebruik ik hier weer even een bloempie. Schiet ze. Bam, bam, bam. Blijft er weer één over. Potverdorie. Waarom blijf je steeds over, jongen? Ga weg. Hoppa. Nog steeds. Hij leeft nog steeds. Wat is dit voor een gekke OG mafcase? Nu is het klaar met je vriend. Wegwezen. Later. Potverdorie, man. Waarom was dit zo moeilijk? Ja, omdat we de origantenkracht hadden verpest natuurlijk. Oké, hier heb ik vouwarmen. Wat moet ik vouwen? Moet ik dit vouwen? Moet ik dit slaan? Ik moet die ijspegel naar beneden zien te brengen. Ja, en dan kan ik doorspringen. Aha. Ik durf hier niet naar beneden te springen, jongens. Ik ben bang dat we dan hopeloos falen. Dus ik ga gewoon even netjes zo en zo. En dan netjes zo en zo en ja, zo. Olivia zegt, deze beer heeft een brede glimlach, hè? Snap je hem? Die tanden zien er sterk uit. Die gaan vast niet zomaar kapot. Nee, dat denk ik ook niet. Ik ga in ieder geval even opslaan. Kijk, hier moet weer zo'n vlak in komen. Want dit is maar de helft van de origantenkracht namelijk die we kunnen activeren. Dus we moeten even hier naar boven. En hier moeten we waarschijnlijk ook weer iets op gaan lossen. Waar komen we uit als we hier ingaan? Hier komen we uit bij een hartje. Top, die kunnen we wel gebruiken. Lekker. En dan moeten we deze allemaal slopen. Denk ik. Ik weet niet of ze allemaal kapot moeten trouwens. Ik denk niet allemaal. Ik denk dus dat we deze kapot moeten maken. En daar zit weer een vijandje onder. Hoppakeetje. Uitstekend. Lekker. Dikke doei mazzel. Ja, helemaal toppie. Dan kan ik weer door met de puzzel. Want volgens mij moeten we deze allemaal kapot maken. Zo. En dan kan ik even dit gaatje vullen. En dan denk ik dat dit zo zou moeten werken. Toch jongens? Oh, of niet? Nee, 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 toch niet. Jammer. Even resetten die handel. Oké, volgens mij heb ik hem nu wel. Deze moet weg. Deze moet weg. Deze moet weg. Deze hierboven moet weg. Deze ook. Deze twee ook. Oké, we gaan testen. Hoppa. Hoppa. Ah, nee, 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 nee. Dit is ook niet goed. Oh, wacht even. Is het zo makkelijk? Krijgen we nu gewoon een hint? Zijn we nu gewoon zo vaak aan het falen dat we gewoon hints gaan krijgen? Nou, top. Dankjewel, game. Hij moet natuurlijk zo, zo. Ik zat veel te moeilijk te denken. Het is veel makkelijker. Hij moet gewoon zo. Hoppa. Dat is de rest van de tovercirkel. Hoe kan het nou? Heeft het zichzelf voltooid, zegt Olivia. Heb je niet opgelet net? Oké, laten we die deur gaan openmaken, jongens. Of hoeven we alleen maar op het knopje te drukken? Moeten we op zijn neus slaan? Oké, ik denk dat iemand hier boos begint te worden nu. Oh, wacht even, hè? Krijgen we alleen een ijsbloem? Yo, dat is vast niet it, toch? Gaan we nu naar de boss battle? Het zou zomaar kunnen, jongens. Maar dat gaan we zien in de volgende aflevering. Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal voor meer Pokémon. En nu vooral Paper Mario video's. En wil je mijn live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickachu. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!